Goedemorgen, het is vandaag maandag 16 december en dat betekent dus vlogmasdag 16. Het is gewoon over 10 dagen gewoon kerst en ik doe nog maar 10 dagen vlogmas. Maar die 10 dagen ga ik wel echt heel leuk maken, hoop ik. Dus dat, het is dus nu alweer 7:15. Ik moet een beetje opzitten nu, maar ik ben dus nu met Hazel en dat is altijd best wel lang dat hij dus mee. Maar heb je zin in deze vlog, doe dan je duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel beginnen met intro. En dan gewoon met mijn dag van de dag. Cool, maar ik ga dus eerst mijn outfit laten zien. Ik moet ook nog eten en zo. Maar ik denk dat ik dat vandaag weer niet ga halen. Want hij vult het gewoon weer niet zo kooi in. Maar dan moet ik daar wel even doen. Maar ik heb dus een deze aan van de H&M. Die ik echt heel leuk vind. We hebben hem een tijdje niet aangehad. Want er zit eigenlijk een gat ergens. Een heel klein gaatje zit in hier ergens. Of bij en deze kant zit er een klein gaatje, maar het is niet heel erg. Dus daarom heb ik hem eraan gedaan. Maar in ieder geval, deze broek is dus van de Oni van deze. En ik doe weer mijn laars aan, denk ik. Ik ben dus nu beneden. Ik ga dus nu even eten maken, want ik heb nog maar iets langer dan 10 minuten heb ik dus nu. En ik ga dus nu, omdat de bustijden zijn ook veranderd, wat best wel chill is. Ik heb nu 1 minuut langer de tijd om te lopen. Maar dat is... is maar een minuut, dus wat. En ik ga dus nu even eten. Kijk. Wat ik dus nu ga eten. Ik eet gewoon een broodje. Ja, gewoon een boterham. Met dus hagelslag. Gewoon deze van de Lidl is deze gewoon. En met deze boter van de Albert Heijn. Blue Band. Dus dat. En ik heb dus nog maar 9 minuten de tijd om te eten. En om brood te maken en om eten te maken. Ik ben dus weer thuis. Het is nu 5:55. Ik ga dus nu even video's kijken. Want ik ben dus aan het... ik ga misschien een andere camera kopen. Het is nog niet helemaal zeker trouwens. Ik ga het al nog niet helemaal zeggen. Maar deze camera is wel echt goed die ik nu heb. Maar ik wil gewoon misschien voor mijn andere video's. Mijn normale video's een andere camera erbij hebben. Dat ik zeg maar echt een wazige achtergrond heb. Dat zit echt al jaren in mijn hoofd. Dus I don't know. Misschien ga ik een nieuwe camera kopen. Ik denk het misschien niet. Maar omdat ik deze heb natuurlijk... Trouwens, als de muziek een beetje hard aanstaat. Maar ik hoor hem ook niet heel goed, die muziek. Dus ik denk niet dat het heel erg stoort. Maar als het wel stoort, dan zet ik hem uit. Dus vandaag op school heb ik dus gepermanent. Ik ga het even vertellen wat ik heb gedaan. Ik heb niks gefilmd op school. Ik heb trouwens ook visie gedaan. En daar heb ik volgens mij wel iets gefilmd. Dat ik mijn make-up aan het klaarleggen was. Dat zagen jullie dus. Dat hebben jullie gezien. Het is echt heel donker trouwens hier. Dat heb ik dus gedaan op school. Ik heb dus haarpraktijk gehad en haartheorie. Maar het is echt gewoon helemaal niet boeiend. Ik was vandaag om 4:30 klaar. Dus nee, ik bedoel om 4:30 was ik klaar voor zoiets. Het ging naar huis. Oh ja, en de bussen zijn echt vandaag echt heel druk. Ik weet niet waarom. Maar dat. Dus ja. Meteen dit eten. Super lekker. Dus groene curry. En als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik niet echt veel van groente hou. Ik hou niet echt van die groenten, zeg maar. Van aardappels, vlees en broccoli bijvoorbeeld, van groenten. Dat is helemaal niet verkeerd trouwens, hoor. Maar het is echt heel gelijk. Het zijn van de Lidl volgens mij en met rijst. Maar dat zit hier nog niet in volgens mij. Dus dat ga ik zo meteen eten. Licht. Ik ben nu heel wit, want ik heb het licht even aangezet. Want anders was het echt heel donker. Ik ga trouwens nu even drinken maken. Ik ga dus nu even ijs te drinken, want dat is echt super lekker. Ik vind ijs altijd heel lekker. Dus dat ga ik nu even drinken. Maar ik ga dus zo meteen editen. Ik heb trouwens morgen iets heel belangrijks. Ik hoop echt dat ik dus uiteindelijk een stage heb. Want ik heb dus morgen een stagegesprek. Dus een kennismaakgesprek. En ik wil eigenlijk, ik ga daar even kijken hoe lang het duurt, zeg maar, om weer thuis te komen van school. En hoe laat ik dan weer weg moet, zeg maar. Of ik gelijk doorga of niet. Thee gemaakt in mijn beker van de Action. Deze Baby is Cool Dot Scent staat erop. Heel leuke beker. Ik heb dus deze thee gebruikt. Komt van de in de biesenschuur. Ook heb biesjes gebruikt. Ik had deze thee gebruikt en ik doe deze in mijn theezakje. Oh wauw. Dit is echt heel slim. Laat even weten of jullie dat ook wel eens hebben. Dat je iets doet en je denkt. Ik ben dus nu weer boven. Ik ben dus nu bij Hazel. Maar ik ga dus dadelijk douchen.
Zoals gewoonlijk, want het is dus nu, is dus 9:15. Ik ga dus dadelijk gewoon douchen. Ik doe het eigenlijk altijd veel later dan normaal. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik doe natuurlijk nu vlogmas. En dan moet ik natuurlijk ook de vlogs gewoon editen. Dat heb ik net trouwens gedaan. Die staat nu net trouwens online nu. Dus ik ga er nu de adventkalender open. Vorige vlogs nog niet heb gezien, dan weet je het niet. Maar ik heb dus voor mijn konijn dus een adventkalender. Deze is dus van Trixie. Ik heb hem dus besteld bij drdknaagdierenwinkel.nl. Ik denk dat ze die nog wel hebben, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Dus als je hem wilt, mocht je dus ook zeker gaan kijken. Het is dus vandaag 16 december. Dus we gaan vakje nummer 16 openmaken. En die zit dus hier zo. Ik ben echt benieuwd wat er vandaag in zit. Ik vind trouwens wel echt dat deze adventkalender niet echt speciaal is, zeg maar. Er zitten heel veel dezelfde dingen in. Maar ja, nummer 16. Oh, ik heb deze. Deze heb ik al heel vaak voor me opengemaakt. Al de derde keer dat hij erin zit. Maar deze vindt hij wel echt heel lekker. En dat is namelijk het nummertje. Dat is namelijk wat ook in mijn eerste vlog zat. En dat waren deze. Met groente zit hij in, dus die vindt hij echt lekker. Het is dus nu net 10 uur geweest. Ik ga dus nu de vlog weer afsluiten. Want ik heb dus net gedoucht. Ik heb dus net mijn make-up dan afgehaald. Wat je echt wel heel erg ziet. En verder ga ik dus nu lekker slapen. En ik ga dus even zo'n drinkbakje verschonen. Want ik heb het nog niet gedaan. Maar dan denkt hij natuurlijk ook gelijk dat hij eruit mag. Wat niet zo is. Maar dat dus. Ik ga dus nu deze vlog weer afsluiten. Vond je deze vlog leuk? Doe dan toch je duimpje omhoog. En ben je dus nog niet geabonneerd op mijn kanaalkant hier beneden. En ik zie je morgen weer bij mijn nieuwe vlogmas vlog. En ik hoop dat die wel echt heel leuk wordt. Maar ik heb dus morgen een gesprek. Wat ik dus in deze week nog ook heb gezegd. En verder niet heel veel boeien, denk ik. Maar kijk zeker als je het. En kijk zeker als je benieuwd bent. Of ik word aangenomen daar. Want het is voor een stage trouwens. Dus ja, ik zie jullie morgen weer bij mijn nieuwe vlog weer. Dus tot morgen weer. Dus doei doei!